En vandaag is dat Ryan Pandey. Ja, ik wil op dansles bij Willem Engel. Afgelopen weekend tijdens het EK-duel Denemarken-Finland zakte voetballer Eriksen op het veld in elkaar. Willem Engel, biofarmaceutisch wetenschapper dat hij is, verklaarde hem direct dood en tweette dat dit komt door het experiment met injecties. Het is de zoveelste uitspraak waarbij ik alleen maar meer ben gaan denken dat, aangezien hij niet goed is in alles dat ik hem zie doen, hij waarschijnlijk een verdomd goede dansleraar moet zijn. Willem Engel geeft namelijk Braziliaanse zoekles, een dansstijl die is voortgevloeid uit de Lambada, dat we allemaal nog kennen van die wereldhit van Kaoma uit 1989, het jaar dat Willem voor het laatst zijn haar heeft laten vlechten. Maar voor die Braziliaanse zoekles wil ik me graag aanmelden. Want tijdens de lessen die hij geeft, staat de muziek uiteraard aan, waardoor je hem ook geen uitspraken hoort doen. Dat is win-win. Op zijn site, overigens geheel in het steenkolen Engels, staat dat most important of all is a relax, atmosphere and enjoying the movement. Die Willem Engel wil ik zien. Ook staat er dat als een follower, you will feel safe in his strong arms. Dat scheelt als je dood in één zak tijdens een van zijn lessen. Hoe is het toch mogelijk dat bijna al onze politici en aspirantpolitici zo slecht Engels spreken? De term steenkolen-Engels dateert van zo'n 200 jaar geleden. Nederlandse havenarbeiders proberen te communiceren met Engelse zeelui bij het lossen van steenkool, waardoor deze taalarmoede is ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de term halve zool, dat een verbastering is van het Engelse ershol. Of de Engelse uitdrukking all hands on deck. Wat wij hier kennen als alle hands on deck. In al die jaren zijn onze politici weinig opgeschoten met het Engels... om nog maar te zwijgen over alle hens aan dek. Zo ook demissionair minister-president Mark Rutte. Die was deze week bij de NATO-top in Brussel... en verklaarde daar dat de samenwerking met Trump soms gênant was. Rutte wacht, in tegenstelling tot Willem Engel... tot iets totaal niet meer relevant is... nog consequenties heeft om een semi-dappere uitspraak te doen. Het is dat Donald Trump niet meer mag twitteren... anders hadden we in zijn tijdlijn kunnen zien... dat het hem helemaal geen reet kan schelen... En als het hem al wel iets deed, zouden we een tweet in capslock vinden waarin Trump zegt dat Rutte zelf awkward is en dat hij verder niets heeft met deze premier van Denemarken. Rutte is wereldkampioen een punt maken zonder dat het gevolg heeft Hij is de ideale spits voor een oefenwedstrijd Waar je je echte spits wil sparen Hij scoort wel, maar het telt niet Ik heb Rutte in al die jaren nooit echt kunnen betrappen op daadkracht Waar hij wel goed in is, is alles van zich af laten glijden Hij straalt altijd een relaxed atmosphere uit En hij enjoyed the movement Misschien kan ik bij hem op dansles Volgens mij zoekt hij nog een partner Mis niks van het laatste nieuws Met de NPO Radio 1 app Download hem nu.